Robert Molenaar, je keert terug op het oude nest. Je opent het seizoen met je nieuwe club met een 1-1 gelijkspel bij Roda. Wat is het gevoel bij jou? Nou ja, de tegenstander eindigt met 10 man. Dus daar hadden we hem eigenlijk gewoon moeten pikken. En dan hadden we heel vrolijk in de bus gezeten. Want ik vind wel dat we niet overdreven veel kansen hebben gecreëerd. Ik denk zelfs dat er betere kansen voor Roda waren. En dus mogen we ook niet mopperen. Dus al met al, kijk, dat er nog werk aan de winkel is, dat hadden we ook al verwacht. Dus dat is niet zo moeilijk. Ik denk dat Roda het ook heel aardig voor elkaar heeft. Dus met een punt in je eerste wedstrijd uit, daar kan je redelijk mee thuiskomen. Maar het gevoel is ook dat we wel wat meer willen. Ja, er had meer ingezeten. Nou, aan de ene kant dus wel. Ik denk dat we wel de duimschroeven aan hadden moeten draaien. Zeker in de fase waarin we met de man overkomen. En dat lukte ons eigenlijk niet door veel onrust aan de bal. Niet de creatieve mensen aan de bal krijgen aan de zijkant. Ook niet de durf hebben om mensen op te zoeken. En dat is waar je dan iets kan forceren. Dat hebben we eigenlijk even tekort gedaan. Nou, er waren nog wat gelukkige momenten waarin vrije trap aan de tegenstander ook gegeven werden. Wat misschien goed uitkwam ook op dat moment voor Roda. En wat slechter uitkwam voor ons. Maar goed, dat zijn wat details wat dan uiteindelijk wel in een grote kans uit kan komen. Maar dat was ons niet gegeven in die laatste fase. Het was een open wedstrijd in de eerste helft. Zij openen met name fel, hè? Pittige overtredingen. Dat leidde ook een beetje tot frustratie. En wat opviel was dat je debuterende doelman, want hij had nog nooit een competitiewedstrijd gespeeld voor Almere City, zijn ploeg aardig op de been hield. Ja, die heeft een hartstikke goede wedstrijd gespeeld. Ja, ja die, ik vond dat we het eerste helft bij vlagen eigenlijk veel te lang lieten. Dus te veel ruimte tussen de linies. Daar maakten ze goed gebruik van. Waardoor schoten vanuit tweede lijn ook gemakkelijk konden worden gegeven. Maar ook voorzetten en schermutselingen voor de goal. Ja, daar heeft hij echt hele goede reddingen verricht. En ons absoluut op een 1-0 voorsprong gehouden. Ja, 0-1 bij rust na die schitterende vrije trap van Jurie Loen. Kan de tweede helft niet slechter beginnen. Hè? Kroeks geeft voor en Keulen die staat wel heel erg vrij daar. Die wordt over het hoofd gezien. Ja, dat, ik denk dat alle hoofdrolspelers, maar ook iedereen die deze wedstrijd gezien heeft, dat uiteraard, dat kan natuurlijk niet. Je moet wel, als er geen druk op de bal is, even volgen, zodat je man verdedigt. Nou, die lichaamstaal zag ik ook in het veld. Ja. Er moet Verheid er op een gegeven moment af. Was die geblesseerd? Want die liep een beetje te trekken benen. Ja, die had de eerste helft een tik tegen zijn knie gehad, waardoor hij met wat problemen ook in de rust kwam. Nou, dat hebben we aangezien. Dat ging afhankelijk wel. Later niet meer. En hebben we hem gewisseld. Nou, dan moeten zij verder het laatste kwartiertje met 10 man. Maar het echte slotoffensief komt dan niet van de grond. Dat is dan een beetje misschien het teleurstellende. Dat je gewoon niet eventjes de tegenstander dan echt de duimschroeven kan aandraaien. Ja, nou, dat en in het reguliere spel vind ik dat ons positiespel ietsjes meer dynamiek had mogen hebben. Ik vond wel dat Roda dat ook heel aardig voor elkaar had, hoor. En vanuit de reactie best venijnig kon zijn. En dat hebben ze goed gedaan. Dat hebben wij iets minder goed gedaan, maar de moeilijkheidsgraad was er ook naar. Ja, en dan in die laatste fase waarin je met een man overkomt, wat ik net al zei, dan moeten de creatieve mensen aan de bal. We brengen Kenneth in. Torrie hebben we aan de andere kant, Torino Hunten. Ja, en die moeten dan wel iets forceren, zodat er wat ruimtes ontstaan. En dan kom je dichter op de goal en dan hoop je, we hebben wel wat gekraakte schoten gehad, maar dan wil je eigenlijk wat meer van rond de 16 meterlijn af kunnen ronden. En daar hebben we gewoon te weinig momenten voor gehad, sterker nog. Roda kwam er soms toch nog goed uit. En daarin vind ik wel weer dat we in verdedigend opzicht iets beter ons mannetje hadden moeten staan. Maar ik denk zomaar dat de warmte, de drukkende warmte, toch in de beginfase nog van het seizoen, echt de scherpe randjes in conditioneel opzicht, die moeten nog even groeien.